Hallo, wat leuk dat jullie kijken naar een filmpje van Renske Creatief. Ik heb een omslagdoek gehaakt van Scheepjes Wul. En ik ga jullie laten zien hoe ik die ga blokken. Ik hoop dat dat op de film een beetje te zien is. Ik gebruik de Lassé Blocking Wires van Knitpro. Ik heb hem even gewassen in een badje van water met Eukelan. Ik gebruik de knittingblokkers van Knitpro. De tapepins en de matten. Nou, ik ga beginnen met mijn matten neer te leggen. Ideale vesselmatten. Even die iets aan de kant. Even kijken of ik al genoeg lengte heb. Breedte, het is mooier bekijkt. Nee, ik mag nog iets verder. En dan hier nog één. En dan hebben we een punt. Kijken hoor. Die gaat die kant op. Vanaf daar. En dan gaat hij hier breder worden. Even de theedoek aan de kant. Nou, eens kijken of die zo gaat passen. Ik denk dat ik een heel eind moet komen. Nou, ik gebruik onder andere de Lassé blokkingdraden. Die vind ik zelf wel heel erg prettig om te gebruiken. Het fijne aan deze draden is dat ze niet gaan roesten. Wat natuurlijk heel belangrijk is als je met je handwerk werkt. Wat nat is, wat je nodig hebt om te blokken. En het zou natuurlijk zonde zijn als je mooie werk, als daar allemaal roestvlekjes in komen. Nou, ik hoop dat dit zo een beetje te zien is. Wat ik nu doe, is dat ik de blokkingdraad er een beetje doorheen ga weven. Je hoort waarschijnlijk de wind op de achtergrond. En ik vermoed dat het zo direct ook wel gaat regenen. De afgelopen dagen is het heel warm geweest. En als het goed is, krijgen we vandaag de eerste regen. Dus daar zit ik wel met smart op te wachten. Nou, dit is de eerste draad. Die ga ik alvast vastzetten. Mooie rechte lijn. En het opspannen gebeurt zo direct met het vervolg. Nog eentje hier. Dat kunnen jullie denk ik niet zien op de foto of op de film. Ik moest hem toch ergens neerzetten. Nou, dan ga ik verder. Ga ik hem er weer doorheen weven. Het blokken doe ik puur zodat de steken gewoon heel mooi komen. En dat de sjaal ook mooier in model blijft. Even kijken hoe ver ik ben met mijn draad. Nou, ik red net de lengte niet. Hier span ik hem achter de ander. Zorg er weer voor dat hij op een mooie rechte lijn komt ongeveer. En dan heb ik nog een kort draadje nodig voor het laatste stukje. Nou, vooral de puntjes mooi strak zetten. Zo.
Dat was de eerste kant. Die was niet zo heel ingewikkeld. Dan ga ik even naar de andere kant toe. Je ziet het kleureneffect wel fantastisch. Nou, deze sjaal heeft allemaal hoekjes gekregen. Alle puntjes. En ik wil dat straks die puntjes gewoon echt ontzettend mooi uitkomen. Nou, daar zijn die... Oh, hier moet ik hem nog even extra vastzetten, zie je. Daar zijn die lacé-draden ook ideaal voor. Even aan de andere kant weer gaan staan. Even kijken hoor. Vanaf hier begin ik. Ik pak nu het puntje door mijn lacé-draad heen. Echt belangrijk is dat je niet gewoon ijzerdraad gebruikt. Of je moet echt zeker weten dat het niet gaat roesten. Nou, wat ik nu ga doen is even een tape inpakken. Ik zet er nu wat spanning op. En ik zet de draad vast met een tape in. Zodat die hoekjes gewoon echt heel mooi uit gaan komen. Zo. Deze had er ook nog ingekund, zie ik. Nou, loop ik er weer even omheen. Dat gaat hij redden met deze draad. Ik vind het zelf altijd een ontzettend leuk klusje om te doen. Omdat je gewoon echt de vorm van je project ziet komen. Ja, en als ik dan die kleuren zo zie liggen, dan word ik in ieder geval helemaal vrolijk van. Zo. Even nog een extra matje erbij. Deze zijn net een iets andere maat, dus die kan ik niet vastklemmen. Maar door de mat blijft hij wel zitten. Of door het project. Zo. Nou, het voordeel van die draden te gebruiken is dat je ze gewoon gelijkmatiger krijgt, vind ik. Die zitten mooi op spanning. Hier komt het ook net niet uit met mijn mat, zie ik. En nou moet deze kant nog mooi geblokt worden. Ik zal heel eventjes de camera iets verplaatsen. Oh, het is die regenboog mooi te zien. Even mijn tafel ietsjes uittrekken. Ik had hem helemaal moeten uittrekken. Maar dat is even niet anders. Nou, wat ik nu nog ga doen is met de knipblokkers... En verder opspannen. Nou, in plaats van de T-pins kan je ook gewone naalden gebruiken. Die je bij het naaien bijvoorbeeld gebruikt. Maar ook daarvoor geldt weer, wees er zeker van dat ze niet gaan roesten. Want ik heb helaas al zo vaak gehoord dat mensen een supermooi project maakten. En dat er allemaal roestplekjes in zijn gaan zitten. En die krijg je er gewoon niet meer uit. En dat is zo zonde voor alle uren die je eraan gewerkt hebt. En je materiaal natuurlijk. Nou, zo laat ik hem 24 tot 48 uur drogen. En ja, dan is mijn sjaal echt mooi op spanning. Blijft die mooie model, blijven de puntjes, zeker deze hier aan de zijkant, blijven heel erg mooi. En kan ik hem met veel plezier gaan dragen. Nou, bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Ik hoop dat je hier wat aan had. En wie weet, tot de volgende keer.